Terug, terug! Fijn staaltje. Te laat! En een schot. Dat was aan de verkeerde, zeker, hè? This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Was oké? Nee. Wauw, hij was skill move, hè? Je ziet eigenlijk dat je opgeeft. Let er nog. Oh. Uitstekend gezien, hoor. Prima interceptie. Hey. Uitstekende mogelijkheid. Oké. Okay. Nou, en dan valt het eerste doelpunt toch wel heel erg snel. Voor de tegenstander is het alsof ze koud water in het gezicht krijgen. Bij dit doelpunt komt zoveel kwaliteit samen. Eerst die voortreffelijke steekpaas. En vervolgens kan hij verwoestend uithalen. Ja, het lijkt wel een raket die zo langs de keeper inslaat in het doel. Nog steeds iets verder. Voorzet terug op het teamgenoot. En daar gaat hij er al weer. Ik heb deze avond met een beetje anders voor gesteld. Het gaat goed met het. Ik zou wel eens gingen winnen vandaag. Ja, nou, dat hoop ik dat ze goed. Weinig spelers met zo'n traptechniek, hè. Kijk eens hoe die bal richting de spits wordt gestuurd. Maar dan zijn we er nog niet, hè. De verdediging doet er alles aan om die speler van de bal te krijgen. Geen ze maar nou geen doen, centimeter ruimte, maar die man is zo sterk als een beer. En weet de bal dan toch nog in het doel te toveren. Bijzonder mooi. Deze kan erin. Pak je eruit. Die poging op toe. Goeie bal, Smigel. Ze heroveren. Oh, kat, zijn haar is ook al veranderd. En een mooie kans. Oh, ja. Oh my god. Oké. Kansen dat liggen. Midden in de wereld. Ooh, what you say. Ja, gewoon zonde, hoor. Ja, als je nog een kans wil maken, dan moet dit soort ballen erin vliegen. Ja, hij neemt hem. De keeper werkt die bal weg. Nee. Oh. De bal wordt onderschept. Nee. Mooie paas. Bomvest. Ja, het lijkt een lob. Daniels. Daar is hulp voor de aanvaller. Er moet wel een duiker gaan. De keeper komt uit. Voor het doel gegeven. Ja, ja. Dat is zeker, ik kan het nog zijn. Nee. Ja, die zit. Oh, en dan is het verschil. Trek jaloezie. Ja. Het kan nog. Trek de jaloezie. Wat een cadeau. Ik heb die verdiend. Ik had dat voorbij bedoeld. Laten we deze treffer bestuderen. Oh, ik kijk hoe ziek dat ook is over die highlights. Wat gebeurt er nou allemaal? De hoekschop is van hoog niveau. Oh, we blij zijn net dat de keeper zijn lenzen niet had. Dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. Dus Hans ging nog naast de bal, hè? Uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. Mijn advies, volgende keer misschien ietsje minder hard schieten. Ja, en mijn advies, iets beter mikken dan ook. Komen. Wow. Ik word help! Zo mooi, zo mooi. In midden is dat. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Kijken of Real gevaarlijk kan worden. Allee. Helaas, die veelbelovende aanval naar of ten einde. Ah! Je gewist? Ging passen naar jou, man. Hey. Nou, je hebt niet gepast, hè? Terug, terug! Fijn staaltje. Te laat! En een schot. Dat was nou de verkeerde, zeker, hè? Nee, dat is nou die. Dat was de bedoeling, zeker? Ja. Niet liever. Dat is Jack Sparrow. Dat is toch een belangrijke gelijkmaker, hoor. Plas van rode kaart heeft hij nu een goal. Het maakt een heel groot verschil uit of je nou upgrades, upgrades. Een gelijke stand of een achterstand de rust in gaat. Hey, mat. Er wordt 1 minuut blessuretijd bijgetrokken. Bal gaat uit, inworp. Ja, een bal.
Goeie bal. Kijk, ze niet draaide, hè, had ik al gescoord. Einde van de eerste helft. We waren in de aanval, die pas kwam er vet aan en nog uit de af toen hij daar was. Oh. Die won was niet goed, hè. Barak. Hey, Jack Sparrow is wel in zijn prime vandaag, hè. Maar deze match is al zo bij, zeg want... Hij schiet! Doelpunt! Ja! Natuurlijk! Mooi weer vandaag! Ja. En zo gaan ze op de winst af! Alsof je nog naar buiten gaat in deze jaren. Mm-hmm. Laatste keer dat je naar buiten was, gegaan was naar Bobby Allens. Ik ben nog niet eens aangekomen. Waar zit jij? We gaan verder met de stand van 3-2. Ja. Ruimte op de flank daar. Kim hem! Is mooi verdedigend. Maar waarom? Hij klopt nog eens aan, dat jullie zien. Om een hoekschop weg te geven. Wordt een inworp voor de tegenstander. Hallo? Hoi. Wat is er? Wat verwacht je van mij? Maar dan zullen ze zich bij deze. Kunt het toch of niet? Geen zin maken, denk ik. Oh. Oké, dat is heel mooi. Dat is een harde goal, maar dat is wel fucking mooi. Het gaat hier op. Kort naar de tegentreffer. Doet hij even. En brengen de stand weer in evenwicht. Je hoort ook zo al die spelers. Woe, woe. Goed, wat trots op hem. Ik ga die zien. Is dat voor een keeper? Als je zo'n bal nog even aanraakt. Maar het mag niet. Nee, het scheelt soms maar een vingerkoot. Ja, dat was een obstructiefout. Wordt weggewerkt, deze voorzet. De bal is ingeleverd. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. De bal komt voor het doel. Maar hij kan de koppen niet stoppen. Deze man. Het is alweer zijn derde, hè? Vandaag nee, speelt hij echt de sterren van de hemel. De klasse druipt er vanaf. Je zou toch verwachten dat een verdediging zich beter concentreert als de bal wordt voorgebracht vanuit een hoekschop. Maar dat is hier niet het geval. En dan voortreffelijk met het hoofd afgewerkt. Zeg het, bedoel ik. Een besuisde, gewelddadige tackle. Als ik die scheidsrechter was, zou ik hier een kaart voor trekken. Ja, er wordt nu wel geel gegeven. Eerder had de scheidsrechter al gewaarschuwd. Dan heb je verder ook niets te klagen, denk ik. Je komt niet overal mee weg. Dat is geen beste voorzet. Hij zeilt over de achterlijn. Naar de uitslag voor de bezoekers. Ja, je ziet de teleurstelling, hè. Die is best groot. En dat kon natuurlijk ook omdat het allemaal niet zo heel veel scheelde. Uiteindelijk verliezen ze door dat ene doelpunt. Eén moment van onachtzaamheid.